Frank, ik elke keer als jou vertrouw. Ik ben het niet, het is mijn hand! Hey! Kut, Lella, het laat me weer een keer! Hallo en goed dat je kijkt naar de Dutchcast. Vandaag zijn we er weer met Gary's Mod dinsdag. En we houden ons aan een traditie en het is weer... En we kunnen gewoon door dat ding lopen. We houden ons aan een traditie en het is weer Frank. Slechter is. Het is weer Frank, het is weer... No. Ho. Het is lekker. Het is lekker mooi. Ah. Hou jullie terminal. Het ziet er mooi uit hoor, deze man. Het is terminal van Modern Warfare 2. Ja, hey. Bram schiet. Wat? Ik ben Lennart schiet. Het was Lennart. Jongen. Het was Lennart. Oh, het is Lennart. Het is groot. Kun je hier even komen? Hey, Frank zei nu op zijn toontjes, hoor. Frank gewoon dus kop houden. Hoor je Lennart op het toontje zeggen? Volgens mij is het Lennart. Het is echt gewoon hetzelfde als de... Ja, mooi. Ah, Joost! Bram, hij Bram is stilletjes, horen jullie dat? Ja, het zat in de vliegtuig, zat in de fik, klei! Weg, Bram! Hé, Mark! Ik ben Mark! Mark, je hebt niet eens klaar nog, maar beter zet je even ook multicam erbij. Ja, dat bedoel ik. Bram, waarom liep je te schreeuwen? Mark, die stak een mes in mijn ribben. die incasseerde ik even, maar zullen ik hem doodschieten? Zullen we Bram doodschieten? Want hij hoort nu dood te zijn dan, hè? Nee, ik interesseerde hem toch? Als de traitor nu op jullie schiet, dan zijn jullie recht, hè? Jongens. Ja, en dan Captain DeLuca staat beneden met zijn geweertje erop te richten. Shotgun. En iedereen staat eromheen. Lance stond naast. Ik sta nu voor Frank. Kunnen we hier doorheen? Kan dit kapot? Schiet maar op glas schieten, jongens. Oké. Oh, het is Mark! Hey! Mark! KOS! Auw! Het is Mark. Jemig, het ging allemaal weer te snel om te reageren. Kom, ja. Lennart, kom. Duivels plan hier. Nee, ik ga niet met jou mee. Nee, maar kijk, kom. Hier, deze laptop. Oké, dat is jou. Ga je een plan in mee? Nee, niet doen. Oké. Bram, leef je nog trouwens? Nee, Frank, ik elke keer als jou vertrouw... Ik ben het niet, het is mijn hand! Kut, Lennart, laat het touw weer een keer! Je hoorde duidelijk Bram doodgeschoten worden. Ik heb het geluid heel zacht staan, ik ben echt niet. Jongens, hij is een beetje laat, maar Ik was niet laat. Hij was nog gewoon een goed... Hoe weet jij dat nou? Ik hoorde het. Je hoorde toch Bram en toen... sinds wanneer... Zag je waar Bram ligt en waar ik lig? Bram ligt hier, hè? Ja, en ik... Lennart die doodschoot? Nee, dat ben ik. Lennart die vlucht helemaal nee, ik viel op die roltrap al dood. En wij stonden bij die laptop daar zo. Hé mensen, kijk. Ik was weggerend. Papieren vliegtuigjes. Boven in de hal. Rot op, joh! Ga weg! Nieuwe shotgun? Ja, met pompactie. Ja, klopt. Coole shotgun. Ja, we hebben gelijk even wat goed eraan gedaan, mensen. Ja, betere wapens. Oh, het maakt echt cool geluid. Maar wel, anders... Oh, sorry, misklik. Maar is er ook zo'n goed geluid op jouw hoofd, Bram? Weet ik niet, moet je even proberen. Holy fucking shit. Wat? Kom eens naar Burgertown, jongens. Waar is dat? Burgertown. Waar is dat? Ontplofte er nou iets? Ja. Dat schoot heel oude Bram was dat. Oh joh. De hol. Jongens, ik schoot een glasstuk. Ja, nou de kogels waren toch bijna 100 meter in mijn buurt. Kom even in het ding, is Burgertown. Wacht, Mark, pas op. Ik weet al waar die zit, hier zo. Oh joh. Oh. Die barrel, wie deed dat? Ik ben niet in de buurt. Ik schoot de barrels op het dak. Ja. Hij komt bijna op mij, man. Hij vloog helemaal weg. Wat doe je daar dan? Kijk, moet je checken dit. Fuck is dit? Oh yes. Wil je nog een nuttig wapen? Of? Nou, ik denk dat je met al deze geweren toch wel één persoon kan neerhalen. Als je allemaal leeg schiet. Maximaal. Lennart, wil je het ook zien of... Jongens, Lennart is een smerige treten. Het zijn huge, hè. Dus meer dan... Ja, weet ik. 60% van Carlson is mis, dus... Het zijn allemaal huge, daarom is het nutloos. Huge disappointment. Kijken. Jongens, je ziet ook echt bijna mij, volgens mij, of niet? Nee, je bent totaal niet meer. Jongens, zullen we naar Belmond? Ik wil nou graag naar Luxemburg. What the fuck, niemand wil naar Luxemburg! Ik? Wel, nou, Luxemburg is best wel goedkoop. Het is best leuk. Ja, en... Je rookt geen eens meer. Nee, maar... Nee, rot op bij mijn office dan. Dat is een klein detail. Hey, deze kan niet wegvliegen. Dit is XP. Echt gevaarlijk, die twee. Zo, Bram, die twee die schieten alles wat ze zien. Ja, waarom denk je dat ik niet bij jullie ben? Hond! Ik krijg maar een laptop tegen mijn kop aan verflikkerd, hoor. Ja, ik kreeg een barrel langs mijn hoofd.
jongen. Ja, dat jong, echt hoor. Wat, dat was Bram. Nee, dat was Mark niet, dat was Bram. Oh. Hé, hey, ik had al de barrels van het kapot schieten alvast voor de zekerheid. Dat is wel slim, maar niet als ze op mij vallen. Ja, wie loopt dan ook? We zouden naar Burger Town komen. Volgens mij heeft Mark fall damage of zo gegaan. Mark. Ik heb ook fall damage hoor. Ja. Oh, blauw licht, mooi. Mark? Mark! Larek! Frank! Wat? Ik doe het weer! Nee, dat deed je de vorige keer ook! Check hem, Lennart! Check hem! Het is Mark! Wat? Het is Frank! Ik, hoezo ben ik hem? Wat, met welk wapen is hij gekilled? Oh. Frank, blijf staan! Blijf staan! Een Silenced AWP! Ik heb geen... Een sniper! Ja. Ik... Nee, dat heb ik helemaal niet, dus dat ben ik niet. Maar dat deed je de vorige keer ook! Toen bleef je gewoon blijven praten tegen Mark en opeens... Er ligt geen sniper naast. Nee, ik heb... Oké, deze keer vertrouw ik je. Maar als het Silent AWP is, dan is ik ben bij Frank. Een Silent AWP is een traitorwapen trouwens, hé. No shit. Ja, ik denk ik zeg het even, want weet je niet. Hij gaat achter me aan. Ja, jij! Omdat ik vaker trouble in terrorist aan speel. Had je hem gekocht? Omdat ik vaker trouble in terrorist aan speel, Lennart. Ik ben Melanet. Ik ben nee, Frank, jij moet stilhouden. Nou, jullie weten dat ik dood ben, dus hoeft niet. Ja, oké, dan mag het. Aan de kant. Frank. Ik moet trouwens zeggen, ik weet zelf ook niet wie mij doodschoot. Ik zag het niet eens. Ik vond het wel een mooie plek trouwens, hoe je er ligt. Waar ligt die dan? Dat weet jij me altijd goed voor. Oh, ligt die bloed bij de kok? Nee, hier ligt ook bloed. Ligt beneden. Ja, oh, ben je er doorheen gevallen? Oh, hier ligt ook bloed. Er ligt bloed bij de cockpit? Ja, maar hier ligt ook allemaal bloed. Oh, hij is, omdat hij die mes door het vliegtuig heen gevallen. Door het vliegtuig is hij heen geflikkerd. Ik vond het al zo raar. Maar wie was er toen bij? Ik was ik niet bij hem. Ik heb geen idee. Frank was in Burger Town. Ik was ik was niet meer in Burger Town. Ik was al weggelopen uit Burger Town. Oh, ik was helemaal bij het begin bij die poortjes. Dat liep ik al de hele tijd. Ja, ja, ik en Lennart liep rond, maar ik weet niet waar Lennart was. Ik heb geen idee waar jij was, Bram, dus ik kan niet. Bij de poortjes. Wie staat er stil ontstaan, John? We hebben nog 30 seconden. Ja, klopt, met no time. 1 minuut. Nee, hij switcht tussen de 2 hele tijd. Bewijs maar. Zo, ik ben beledigd. Ja, je bek, man. Het is mijn afweersysteem. Ja, het is niet echt pad afweer. Oh, ik ben bij Bram, en Lenny. Lenny, ja, ze noemen me ook wel Lenny de Beruchte. Lenny de Beruchte, of Lenny B. Ze noemen me ook wel Lennart. Klopt. Nee, dat bijna niemand. Dat is gewoon raar. Oh joh. Kun je Lennart dan doen eens? Ja. Niks. Jawel, je bent dat kopen. Nee, het was... Het Lennart mute, er zit een hele mooie mute knop. Ja, hij is ver. Nou, terug naar je vrolijke Lennart. Hey. Ik ben het niet. Ik ben het ook nog steeds niet. Ik weet niet wie je treedt. Wie was het? Ik was het. En Mark, veel te laat weer, hè? Ik had het vermoeden dat jij het was, maar ja, het was echt veel te laat. Het was dus waar. Je deed hetzelfde als de vorige keer. Ik schoot hem met een aap in zijn rug, maar ik had hem al lang dood. Toen was het nog van... Ik ben er niet dit keer, dus nu het oppassen geblazen. Nou, dat zeg ik. We zijn er voor een groot. Ik ben twee keer achter elkaar. Ik ben niet twee keer achter elkaar geweest. Je moet nooit iemand vertrouwen dat ik ben het niet. Ik ben met Mark en Mark loopt achter me. Nee, klopt. Maar jongens, ik ben het niet. Kom, ga computer, Bram. Hé, dat is echt gevangen met je hoofd, ja? Ga daar staan. Ik zie Lena. Wat de fuck doe je, Lena? Wacht even. Ik schiet hem uit. Sterk. Nou, die vloog wel ver, hoor. Schiet hem. Vloog die? Auw! Voor mij staat dit nog steeds. Ik er al, vriend. Ja, jij zegt schiet. Nee, je schiet het beeldscherm op mij, dat je dat niet snapt. Oh ja! Jij kan het beeldscherm staan. Ja, weet ik niet, maar ik weet wel dat jij bij mij bent. Man. Goed zo. Ga ik op jou schieten zo? Nee. Goed zo. Weet je, ja, voor mij was dat ook gewoon een traitoractie. Nee, ik weet waar ze zijn ook. Nee. Waar zijn ze dan? Nee, Mark is bij mij, Mark is bij mij. Hij gaat schieten. Nee. Schieten jongen, half dan niet.
Jij zegt het zelf, je gaat achter de computer staan. Ja, we waren bezig met die schermen. Schiet. Oh. Het scherm op mij. Hey, ik ben Bram. Hey, ik ben Mark. Mag ik voor een seconde schieten? Ik heb expres. Nee, moet ik het doen? Nee, we gaan, ik denk dat Mark het is. Hij zit... Nee, Mark, stop. Ik schiet hoor, ik schiet. Ja, dat heeft Bram net ook weet al gedaan, dus het hoeft niet meer, Oh, ja, ik ben Bram, je geschoten die barrel. Oké. Ik sta ernaast. Je verschoot hem. Ja, ik sta er zelf. Mark, even vertrouwenstest. Mark, vertrouwenstest. Blijf stilstaan. Oké, Mark staat bij me. Wat is dat? Een pistool, ik schiet boven je hoofd. Doe je ook de vertrouwenstest bij mij? Oké. Oké, hij gaat nu boven mijn hoofd schieten. Als ik dood ben, ben ik dood. La 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 la, schiet dan. Hi. Oh. Verdomme jongen, je weet toch dat je shotgun in je... Waarom? Waarom, Lennart? Ja, je schoot hem voor zijn hasses. Wat? Ja, dat is lopen net als ik wist ook trouwens puur boos in hoofd. Hij is gewoon. Ja, klopt, maar je deed wel met een shotgun wat niet heel erg verstandig was. Ja, ik was even in mijn verhaal met Bram. Ja, ik zat er van na te denken, sorry. Je moet geen vertrouwenstest doen met dit spel. Als je dan, ja. Jawel, dat ging best goed. Maar ik deed de vertrouwenstest met de traitor. Dat zat er niet bepaald erg. En ik schoot gewoon boven zijn hoofd puur, maar. Ja, met een pistool moest je doen, zei ik ook tegen je. Maar je deed met een shotgun. Echt? Oh. Waarom zou je. Ja, waarom zou je dat ook doen? Nou, vertrouwen, ik wil RAT! Wie? Weer Bram. Je gooit de hele tijd al dingen. Wat was het? Nee, Bram gooide gewoon een disc populator ofzo. Oké, ik pak nu een barrel om ergens bovenop te komen. Als ik dood ben, heeft iemand die barrel vermoord en lig ik buiten bij het vliegtuig. De barrel vermoord? NIET DE BARREL! Waarom vermoord je barrels? Ah! Ik leef nog, maar... We zijn bijna PewDiePie. Barrel! Hou je bek, nee, die wil ik geen eens horen in de. Ik wil die naam niet horen. Hoe kom ik hier? Nee. Dat zeggen mijn ouders ook wel eens. Bro, ik wil die naam niet eens horen. Handen voor de familie. Schaam zich gewoon voor je. Ja. Daar hebben meer mensen last van. Ah man, ik ben te zwaar. Oei joh, dus. Die komt even klaar joh. Ik probeer gewoon op een vliegtuig te komen. En Bram die gooit granaten op me nog steeds. Oh, godverdamme, hij probeert op het vliegtuig te komen, jongens. Ah, oh. Frank, dat doe je niet. Echt. Bram die heeft een incident op me gegooid. Ik heb hem nu pas door. Ja, let nog steeds Bram, niet. Bram die gooit in. Nee. Bram die zit alle barrels rondom mij te schieten en shit. Oh, nog een granaat. Hop. Dat was de laatste die er lag. Ik vroeg wel helemaal weg. Oké, hou Bram in de gaten, hij is vrij suspicious. Anders houden we Frank even in de gaten, want die is best wel praat graag. Ik was net bij een moek aan het vliegtuig, als ik traitor was geweest, had ik gewoon overal rond te lopen. Ja. Is dat een teken? Dat is wel een teken. Lennart heeft het rondlopen. Ja, dan maakt dat uit. Lennart is wel van de rondlopen, Lennart is echt een avonturier, joh. Ik loop gewoon graag. Weet je hoeveel medailles Lennart heeft? Bij de avondvierdaagse, man. Hij heeft er echt 18 al, of niet Lennart? 18. Hij is niet eens 18 jaar oud, dus hoe is dat gedaan? Hey Lennart. Hij heeft bij elke school heeft hij meegedaan. Hij is er over ingestuurd. Hou ik van die formulieren gejaagd. Man. Ik ga even dit vliegtuig schoonmaken. Nou. Hij heeft ondertussen al de gouden. De gouden, hè? Die heeft iedereen. Ja. Als je meer dan 5 keer meegedaan. Oh, de gouden. Ja, inderdaad. Ik doe meestal gewoon mee voor spek en bonen. Ja, zo'n persoon die echt elke avond meeliep, maar niet braaf genoeg was om het op te geven. Ja, ik was dat joh. De traitor moet echt wat gaan doen nu. Klopt. Wie is de traitor? Lennart zo. Dus. Toen was iedereen stil. Lennart dus. Ik ben Lennart dus. Als de traitor slecht is, dan weet ik niet. Ik ben bij Lennart. Ik was net ook traitor. Jongens. Er ligt hier een bom. Waar is hij? Sterf Lennart, sterf. En Bram. Ah. Oh, daar ging het goed. Ik heb de hele ronde in één hoek. Waar is die bom? Die fuse. Waar is de bom? De fuse! De rode! Knip alles! Ik heb de rode. Ja, gedaan. Het is gelukt. Hij is stil. Yeah! Het is eigenlijk al overtime, jongens. Het is overtime. Maar dat was het dan voor deze clip. Dan voor kijken. Laat de reactie achter. Misschien niet de volgende keer het Bram. En, tot de volgende keer. Veel games hier. Doei! Doei!